Welkom bij deze videolecture over recruitment. In deze videolecture sta ik stil bij hoe je actieve kandidaten werft. Je start altijd met een plan voor het werven van actieve kandidaten. Hen wil je niet missen, want zij zijn op zoek naar een baan. En als recruiter heb je de taak om hen in een zoektocht bij jouw organisatie terecht te laten komen. Een aantal dingen moet je hiervoor doen als recruiter. Je moet ervoor zorgen dat ze je baan kunnen vinden. Je zorgt dat je aanbod en je organisatie geloofwaardig overkomen. En je zorgt dat ze besluiten solliciteren. Deze drie onderdelen licht ik nu één voor één aan jullie toe. Ik start bij de vindbaarheid van je vacature. Wil je als organisatie gevonden worden tijdens de zoektocht van de actieve kandidaten, dan dien je te verdiepen in het oriëntatiegedrag. Online oriëntatie is het meest belangrijke kanaal voor actief werkzoekenden. Job aggregators groeien daarom hard. Dat zijn sites zoals Indeed die banen vanuit verschillende sites verzamelen op één pagina zetten. Social media komt ook op als middel waarmee mensen zich oriënteren op een baan. Belangrijk is om je goed te verdiepen in hoe de doelgroep van je vacature naar een baan zoekt. Ouderen zoeken anders dan jongeren, maar ook een kok zoekt weer anders dan een bankdirecteur. En ook al gaan de meeste kandidaten online op zoek naar een baan, er zijn ook doelgroepen die het best bereikt via een huis-aan-huisblad. Het is daarom van belang om goed te kijken naar wat de oriëntatiekanalen zijn voor jouw specifieke doelgroep. Door een doelgroepanalyse te doen, kom je hierachter. Doordat het internet steeds meer gebruikt wordt voor vacatures, is het lastiger om te zorgen dat juist jouw vacature gevonden wordt. Je wilt het liefste dat jouw vacature bovenaan de zoekpagina terechtkomt, maar je hebt verschillende concurrenten, organisaties die een slimme search engine marketing gebruiken om hun vacatures bovenaan de zoekresultaten te laten verschijnen. Jij kunt als organisatie natuurlijk ook zelf in investeren. Search engine marketing bestaat uit twee onderdelen. Search engine advertising en search engine optimization. Deze kort ik af als SEA en SEO. In deze afbeelding wordt duidelijk wat SEA en SEO inhouden. Je kan bijvoorbeeld besluiten om advertentieruimte te kopen boven de resultaten van een zoekopdracht op een site als Google en daar een vacature laten plaatsen. Dit noemen we SEA. Je betaalt alleen voor de kliks op jouw advertentie en vacature. Behalve SEA is er ook SEO. Bij SEO worden de techniek, de inhoud en de linkstrategie van een website aangepast. Je verwerkt kernwoorden van de vacature op een strategische manier in de titel en tekst van de vacature. Zo is je tekst voor zoekmachines beter vindbaar en kom je hoger in de zoekresultaten voor een relevante zoekopdracht. In het voorbeeld van een ziekenhuis gebruik je dus een aantal keren het woord verpleegkundige, ziekenhuis en intensive care unit. SEO is een vak apart, waar vaak online marketeers voor worden ingezet. Maar het is wel goed om als recruiter ervan af te weten, zodat je kan adviseren om hier iets mee te gaan doen. Als de SEO al op orde is, kun je checken of je zoekopdracht de gewenste hoge resultaten oplevert. Dit over de eerste taak als recruiter om actieve kandidaten te werven. Het zorgen dat de vacature vindbaar is. Als tweede moet jouw vacature en of organisatie aantrekkelijk en geloofwaardig gevonden worden. Zoals je hebt begrepen uit video lecture 5, waarin de employer value proposition is besproken, is het van belang om aandacht te besteden aan een realistische en duidelijke boodschap. Een boodschap verwerken in je wervingscampagne die te veel afwijkt van de realiteit, trekt misschien wel mensen aan, maar kan uiteindelijk contraproductief zijn. Er is een grote kans dat deze medewerkers weer verder gaan zoeken naar een organisatie waarvan ze denken dat ze hier beter bij passen. Behalve de inhoud van de boodschap is het ook belangrijk dat de corporate website er aantrekkelijk uitziet. Deze site is voor de buitenwereld de spil van de organisatie. De recruitment website en de corporate website moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Daar wil je geen tegenstrijdige informatie vinden. Ook internal branding draagt bij aan hoe je organisatie overkomt op nieuwe medewerkers. Het is belangrijk om te weten wat medewerkers over je bedrijf denken, want veel mensen vragen informatie op bij kennis en vrienden die bij de organisatie werken of gewerkt hebben. Het laatste wat je kan doen om actieve kandidaten te werven is het aanmoedigen tot het daadwerkelijk solliciteren. We noemen dit conversie. Conversie betekent letterlijk omzetting. Het gaat erom een bezoeker van een website, een lezer van een advertentie, de volger van een blog of Twitter te verleiden tot het ondernemen van actie. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om solliciteren, het achterlaten van het cv of het opvragen van informatie. Je kan de conversie op je website vergroten door een duidelijke call to action toe te voegen.
Denk aan het toevoegen van een button met Apply Here. Zorg dat de button opvalt. Daarnaast is het van belang om je webstatistieken te doorgronden. Via bijvoorbeeld Google Analytics kun je een analyse laten maken. Zichtbaar wordt daarmee waar je bezoekers vandaan komen, waar ze op klikken, waar ze afhaken en of ze daadwerkelijk op de sollicitatiepagina terechtkomen. Op basis van deze informatie kun je acties ondernemen om de conversie te verhogen. Ook de inhoud van een vacaturetekst kan de conversie vergroten. Maak duidelijk in de tekst wat je van een kandidaat verwacht. Zorg voor een sluitingsdatum en duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden, reactietermijn en een concrete naam van de vacaturehouder aan wie de sollicitatie verzonden dient te worden. Zorg er tot slot voor dat sollicitatieformulieren gebruiksvriendelijk zijn. Een voorbeeld van een gebruiksonvriendelijk formulier is dat je op een pagina heel je cv moet gaan invullen in plaats van dat er de mogelijkheid wordt geboden om deze up te loaden. Als mensen hierop afhaken, is dat natuurlijk slecht voor je conversie. Je weet nu meer over hoe je actieve kandidaten kan werven. In de volgende videolecture gaan we in op het werven van latente en passieve kandidaten.